Welkom bij de derde aflevering alweer van de Thankful Tablescape Kit. Ik heb je de kit in de vorige twee video's al laten zien, dus daar ga ik je niet meer mee vermoeien. Even kijken. Maar wat je vandaag wederom nodig gaat hebben, is een van deze dingen. En ik heb er nou twee gepakt. Ik heb er één nodig. En we gaan een doos maken, een giftbox. Na de twee eerdere projecten heb ik deze gemaakt. Dus dat is video 2. En de eerste kan ik even zo gauw niet vinden. Daar heb ik een tasje gemaakt van deze basis. Wat ik doe is ik pak mijn Stampin' Up trimmer erbij. En ik ga het een en ander scoren. Dus ik doe mijn cutting blade echt helemaal aan het uiteinde. En ik score deze op 1,5 inch. Zo. Dan score ik hem op 5 5/8. Moet ik even kijken. 5 4/8 is 5 5/8. En dan op 8 7/8. Dus daar vouw ik even mijn ding voor uit. En dat was 8 7/8. Dus dat is 8. Het ligt bijna tegen de 9 aan. Zo. En dan op slot 13 inch. Dus die vouw ik hier helemaal naartoe. Dat was de laatste score. Ja. Dan ga ik wat knippen en snijden. Of knippen hoofdzakelijk. En dat is, hier zitten al twee scoorlijnen in. Daar pakken we de rechte van. En je wil eigenlijk, omvouwen. We gaan deze insnijden of wegknippen. En dat doe ik tot ongeveer een centimeter. Net even iets meer mag ook. Zeg anderhalf. Luister niet zo nauw. Van deze rand. Dus je hebt hier de natuurlijke scoorlijn zitten. Die er al in zit. En ik knip hem hier weg. En dan knip ik zo deze hoekjes weg. Zodat je die plakrandjes creëert. Hè? Zo. Dat doen we aan de andere kant ook. Knippen deze in. Die kunnen we helemaal tot het eind inknippen. Dan knippen we hem ongeveer een centimeter van de rand af. En dan is het even de schuine hoekjes wegknippen. En hier ook. Zo. Dat heb je dus aan deze rand gecreëerd. Maar dat willen we hier aan deze rand ook doen. Dus wat ik doe, is ik knip hier ook met die scoorlijn mee. Dit in tot aan de andere scoorlijn die wij zelf gemaakt hebben. Zo. En dat doe ik hier ook. Dus deze knip ik in. En hier knip ik een randje weg. Zodat je hem zo de basis hebt, zeg maar. Oké, dan ga ik even al mijn scoorlijnen aanzetten. Oké. Dus op alle flapjes een stuk sticky strip. MUZIEK.
tijd heb ik een van die stroken gepakt die er ook in de tablescape zitten. En die heb ik hier omheen gevouwen. Die ga ik dus hier aan vastplakken. Aan de zijkant van de doos. Dat geeft er aan de bovenkant gewoon net even een soort plankje waar de deksel op kan rusten. En aan deze zijkant. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. Ik heb hem dus precies op de maten gevouwen van de doos. En ik plak deze hier aan de zijkant vast. En ik plak deze hier aan de zijkant vast. Deze is hier wat langer, dus die kan precies op de hoek. Zo. Kun je dit strookje afknippen. Wat je dan kan doen namelijk, dat is dat je deze, hier die deksel, die rust op die plank. En die kan je hier zo inschuiven. Voor support. En dan is je doos klaar. En hier kan je natuurlijk nog van alles mee doen qua embellishment. Zo, nou dan wilde ik je natuurlijk ook even het resultaat laten zien zoals die af is. Wat ik hier heb... Oh, stil. Wat ik hier heb gedaan is ik heb die stroken die ook in de tablescape kit komen van het oranje papier. Heb ik hier aan de onderkant bevestigd. En daar heb ik met de Chevron Border Punch hier een rand in gemaakt. Ik heb hier de zijkant nog wat aangezet met die chocolate chip inkt. Had ik vervolgens een strookje van een eerder project over van dit oranje papier. Die heb ik hier ook met inkt bewerkt. En ik heb hier met de Expression Thin Lids heb ik het woord love uitgestanst met de Big Shot. En hier heb ik twee van die...